Laat maar. Ook wij kunnen graag genieten van nieuwe, ontroerende, romantische, ongemakkelijke en hilarische dates. Het First Dates restaurant is vanaf maandag weer geopend. Met de nodige aanpassing om coronaproof te kunnen daten. Goedendag. Maak je geen hand geven? Nee, dat gaat niet. Zo, wat gezellig. Leuk. Het is wat, hè? Alles op lange afstand. Ja. We moeten 1,5 meter helaas houden. Anders zou ik je nog knuffel geven, maar dat kunnen we niet doen. Ah. Ik heb een goede geur trouwens. Oh, wacht even, je hebt je telefoon. Ja. Weet je hoe je hem erin moet zetten? Nee. Nummer? Kijk. Ja, ik vind je leuk. Nou, high five. Ja, en nu aangeschoven slecht Johan Victor om hierover te praten. Gastheer en barman in de serie. Even toch naar die laatste beelden. Wat mij zo opvalt, is dat je zegt, joh, dat alles door elkaar zit. Met verschillende seksuele voorkeuren, oud, jong, alles door elkaar. Dat vind ik wel mooi aan dat programma. Ja, maar de liefde is ook voor iedereen, hè? Ja. Dus vanaf 18 tot, 85? 91 hebben we zelf gehad. Ja. Wauw. Ja, dat is wel... Maar Victor, dat moet ook dat jullie selecteert. Nou, jullie niet persoonlijk, maar zo'n redactie selecteert. En die kiest dan ook bewust voor jong en oud. Ja, zeker. Ja, wat Zeggen al zegt, liefde is voor iedereen. Dus dat is juist leuk om te zien. Ik denk dat per levensfase ook een beetje gaat veranderen wat je zoekt. In hoeverre je ook weet wat je vooral niet zoekt. Mm-hmm. Dat slijt er ook wel aan komen. Maar juist die oudjes, iedereen vindt dat juist heel leuk. Ja. En 1,5 meter, ja. Dat is anders dan jullie gewend zijn. Omdat het is heel druk. Als ik al naar mezelf kijk. Ik ben wel gewend om mensen op hun gemak te stellen. Dat kun je verbaal doen en soms ook non-verbaal. Ja, door iemand even mee te nemen. Een arm op. Dan wordt men wat rustiger van. Dus ik moest er ook wel aan wennen. Om op zo'n afstand toch mensen gerust te stellen. Maar ja, het werkt allemaal wel. En die 1,5 meter? Ja, de kandidaten die moesten er ook wel aan wennen. En dan lopen ze naar elkaar toe. Oh, moet ik je een elleboog geven? Of nee, oh, het mag niet. Maar ja, soms maakt 1,5 meter de liefde wel wat sterker. Ja, dus, het heeft ook wel juist. Ja. Zullen we even kijken naar wat beelden van jullie rol in het programma op 1,5 meter? Goedemiddag. Hallo, goeiedag. Hallo, daar zijn we dan. Mario. Een hele goede avond. Goedenavond. Hi. Heb je er zin in? Ja, zeker. En waar kom je vandaan? Uit Bergambacht. Bergambacht. Ligt tussen Gouda en Rotterdam. Wat voor werk doe je? Bloemist. Ben je graag met je handen bezig? Ja, dat is het mooiste wat er is. Ik heb een heerlijk licht, Bert. Ik kan lekker relaxen in mijn tuin. Lekker. Als ik niet op vakantie kan, dan ga ik lekker naar mijn tuin. Dan heb ik mijn tuindouche. En dan ga ik lekker op mijn lichtbed in de tuin, in de tuindouche aan. Af en toe lekker afspoelen in de tuin. Wat lekker, ja. Esmeralda. Ja. Hoi. Hoi. Hij zit al aan de bar. Ja, ik zag het. We gaan het. Ja, Victor, jij staat achter de bar. Ja. Er stond er iets extra's tussen ook? Ja, we hebben de bar een stukje uitgeschoven. Dus ik moet op mijn tenen staan om een drankje neer te zetten. Ja. Maar dat lukt allemaal wel. Ja. Ja, hoe was het voor jou, zo op deze manier? Eerst heel onwerkelijk. Je denkt, oké, hoe gaat het dan? En wat zeg je al zegt, je probeert eigenlijk bij horeca zo gauw mogelijk door te hebben. Hoe dichtbij kan ik bij iemand komen? Ja. En tutoyeren en dergelijke. Want mensen zijn natuurlijk echt wel zenuwachtig. Alleen al om aan zo'n programma mee te doen, maar ook om op date te gaan. En dat is natuurlijk waar jullie echt goed in zijn. Om de mensen, wat zeg je ook al zegt, op hun gemak te stellen. Ja, daarom. Dus dan denk je, gaan er dan misschien kleine subtiliteiten verloren of iets? Maar nee, ging eigenlijk heel goed. Ja? Ja, dat verbaast mij. Ja, en merk je ook dat nu je al toch een tijd bezig bent, je ook steeds beter in kan schatten zodra het bij jou aan de bar begint, of het wel of niet wat wordt? Nee, ik blijf er rampzalig in, joh. Maar ja, ook, kijk, wat voor de een een succesvolle date is, hoeft dat niet voor de ander te zijn. Soms knalt het helemaal bij een tafel en is dat top. En soms is het eigenlijk, kabbelt het allemaal een beetje. En dat is dan een hele leuke date. Dus ja. Wat zag je bij die twee die achter jou zitten, Daniela en Brian, toen ze bij jou aan de bar kwamen? Nou, wij hadden een heel leuk gesprek. Ja.
En toen ik bij jou... Ik heb maar niet eens gesproken. Nee, ja, je hebt een drankje van. Omdat je... Ja, wist je al, dat zat goed. Zij wachtte al. Je had alleen maar oog voor de dame naast je. Ja, ja. Ja? Ja, zeker wel. Want hoe was het voor jullie om op deze manier mee te doen in dit programma? Ja, het was toch wel apart ook. Er zit trouwens nu ook een plek ja, zoals het dan daar ook gaat. Ja. Ja, het was wel apart, tafel was wat langer en zo. Ja, ik kon hem geen hand geven. Dus ja, dat is wel anders als je zeg, echt binnenkomt. Ja, ik ben wel iemand die zichzelf voorstelt of zo. Dus dat was wel anders. En ja. Ja, verder, die tafel, ja, die bleef toch tussen ons in. Dus, Ja. Ja, terwijl, ik probeerde straks kennis met jullie te maken toen we hierboven waren voor de uitzending. En toen moest ik echt wachten tot jullie je losmaakten uit de omhelzing. Van, voor de afloop, ik weet niet of we mogen verraden. Maar bij deze. Ja, zullen we even kijken? Het plexiglas, nou, dat kan niet zo makkelijk weg, maar nou ja, het zou weg kunnen. Geloof. Ik moest trouwens zeggen, ik voelde helemaal niks van die afstand tussen Sergio en Victor. Dat was heel natuurlijk en dat, was helemaal dat, niet alsof corona was, zeg maar. Ja. Dat hebben ze goed gedaan, ja. Zullen we heel even... Jullie zitten niet in de eerste aflevering van aanstaande maandag... maar we mogen al wel even vast een sneak preview geven. Ja. Sorry, je overvalt me toch dan? Wat? Met jouw schoonheid. Nou wat lief. Maar gewoon even om je... Als een grapje. Mag ik hem nu al lezen? Ja, wat je wil. Lieve puntje. Echt vet raar dit. Haha, maar ook superleuk om deze ervaring met jou te delen. Weet jij bepaalde dingen niet? Nou, het enige wat ik echt niet lekker vind, zijn champignons. Echt? Champignons, paddenstoelen, ik eet het echt niet, man. Oh, wauw, nee. Paddenstoelen, champignons, weet je, ze hebben zo'n soort van dat squishy-achtige... Sorry. Iemand die ook niet van champignons houdt, dat hoor je ook niet vaak. Ja. Nee, want veel mensen vragen ook dan maar, waarom niet? Dus ja. Gast. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, wat ik wel vergeten was, ik eet geen koriander ook. Maar. Oh, koriander. Oh, dat is wel een dingetje. Oh, kan ik nog terug naar mijn antwoord? Dit is wel echt de kracht van een programma. Ja, heerlijk. Gewoon dat je kan lachen, het ontroert, het ontspant. Ze hebben een match vanwege champignons. Ja, ja. Nou, dat is wel meer dan alleen champignons. Maar, ik vind het heel erg mooi. En ik vind het ook mooi dat jullie deze ook eruit hebben gehaald. Want... hier zie je ook een beetje de ontspannenheid die ze hebben. En we hebben ook nog wel even gesproken, net ook nog. En ze hadden ook al bij ze van, ik ben gewoon lekker mezelf. En dat wil ik ook gewoon andere kandidaten meegeven. Wees gewoon lekker jezelf, ontspannen. Want ik hoor ook vaak mensen, wie geeft zich nou voor zo'n programma op? Want ja, de volgende dag sta je weer in de supermarkt. Hoe kijken jullie daarnaar? Het moet nog uitgezonden worden uiteraard, maar vanavond hebben een paar mensen het gezien. Ja, ik was eigenlijk heel erg openbaar door collega's van mij. En ik zag het gewoon als een kans, ja toch? Ik bedoel, ik was zat anders alleen thuis, dus... Ja, en in coronatijd kan je natuurlijk niet normaal daten, dus dan is dit wel een goede uitkomst. Jij, Danielle, jij bent docent, hè? Ik ben docent, En je bent eigenlijk soort van door leerlingen, of niet? Ja. Ja, we keken wel eens de Engelse variant tijdens als ze dan klaar waren met werken. En toen zeiden ze, juf, je moet je opgeven, want ik woon alleen met mijn twee katten. En dat zeggen ze altijd. Dus zegt hij, straks blijft u alleen met uw twee katten. Dus de eerste dacht ik, maar juist omdat ik de juf ben, is een beetje raar. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ga me gewoon opgeven. En ze hebben me wel echt ertoe gepusht. Ja. Dus ik ben ze wel heel dankbaar. Ze zeggen nu ook allemaal, juffrouw, als u ooit... als het allemaal goed gaat, dan is het echt, komt het door ons. Nou ja, is wel zo. Als het allemaal goed gaat, al heeft het al een beetje verklapt. Kan het plexiglas er tussenuit nu of niet? Nou, voor mij we moeten nog wel voor afstand houden, hoor. Een beetje. Nee, ik kom mee. Kunnen we niet een klein kusje zo om het plexiglas heen produceren? Om de omheen? Ja, waarom niet? Kijk. Maar er zijn allemaal corona-experts bij. Ja, maar jullie zijn toch samen? Ja. Nou. Dat is weer anders dan wat we straks zagen. Hey, Sergio, toen we straks stonden te praten, toen vroeg ik van, hoe is het nou vergeleken met vorige series van dit programma? Ja. Toen zei je... Ja, dit is op afstand het beste seizoen ooit. En als liefde je raakt... dan maakt anderhalve meter het alleen maar spannender. Nou, we kijken er weer naar uit. First Date is vanaf aanstaande maandag elke werkdag om 7:30 te zien bij BNNVARA op NPO 3. Dank jullie wel.